Hallo iedereen! We zijn hier vandaag in het Proximus Basecamp op de fandag van de Red Flames. Effectivement, et aujourd'hui nous sommes avec... Liana. En Lucas. Pour une petite battle, on va voir qui sera le meilleur. Heb je er zin in? Ja. Et toi, c'est qui va gagner? Ik! Yeah! Donc voilà, voici la première activité, football fléchette. Voetbalbowling. Klaar voor? Ja. Let's go! Donc maintenant, on passe à un autre type de challenge. C'est un parcours. Ik ga timen en wie dat de snelste tijd heeft, die wint. C'est très très simple. Celui qui fait le plus de jonques a gagné. C'est bon, t'as gagné, Elka. Ouais. On finit sur une égalité 2-2. Wat vonden jullie de leukste opdracht? Jongleren en voetbal op tijd. Et vous avez pensé quoi de votre adversaire? In jongleren vooral, daar is hij heel sterk in. En we spelen ook samen in de ploeg. Dus je wist eigenlijk al dat hij heel goed was. Et toi, Lucas? Zij is ook heel sterk in voetbal. En ja, we spelen ook samen in dezelfde ploeg. Mm. Er zijn niet veel jongens en meisjes die samen in de ploeg spelen. Wat vinden jullie daarvan? Is dat leuk? Eigenlijk maakt het dan mij niet uit, zolang ik maar plezier kan maken. Dat is het belangrijkste, dat is waar. Voilà, zo zien jullie. Voetbal, jongens of meisjes, dat maakt niet uit. Dat is voor iedereen.